Rallyrijden met een truck wordt in Nederland steeds populairder. Voor een coureur is het een grote uitdaging om met zoveel paardenkrachten en hoge snelheden door onherbergzaam terrein te racen. Martin van der Brink is zo'n coureur. Die is overgestapt van de personenwagenrally naar de rallytruck om mee te gaan doen aan de Dakar race in Argentinië. Bevangen van het Dakar-virus laat hij tijdens zijn trainingsrondjes het Veluwse zand opstuiven. Martin van der Brink, de coureur uit Harskamp, ondernemer. Hoe kom je zo ineens om met een truck aan rallies mee te gaan doen? Ja, ik zit al 2 jaar in het team van Gino van Rally Power, Tedeveen. Team van Wuffe Ginkel. Ik ben nu 2 jaar mee geweest. Het eerste jaar als monteur en vorig jaar als chauffeur op de assistentstruck. En daar hadden wij als twee terug de afspraak gemaakt dat we over 3 jaar met de rally deel zouden gaan nemen. En wat is de uitdaging van om een grote vrachtwagen rond te rijden? Nou, ik heb zelf aannemersbedrijf en sloopwerken. We hebben zelf 7 vrachtwagens. We beschikken ook over Ginafs. Ik kom veel bij Ginaf en Edeveen en zodoende raak je besmet met het Dakar-virus. Nou, Dakar ging dit jaar niet door, dat hebben jullie allemaal gehoord. Dakar die gaat zich eigenlijk verplaatsen naar Argentinië. En als je daar 1 keer mee bent geweest, dan ben je verslaafd. En dat zit dan in je bloed, dat gaat er niet meer uit. Wat is nu de uitdaging om op de Veluwe hier rond te kunnen rijden? Nou, we zijn ons eigenlijk aan het voorbereiden op Argentinië. We gaan in oktober een week naar Tunesië testen. De uitdaging is gewoon om met een truck waar je normaal gesproken door zo'n terrein met 40, 50 km per uur kunt, brullen wij er met 120 tot 150 km per uur doorheen. Niet bang voor ongevallen of crashes die je kan maken? Nee, ik heb 2 weken terug in de Nederlandse rally in Eindhoven heb ik een crash meegemaakt met 150 km per uur en ben goed vanaf gekomen. Er zitten goede kooiconstructies in de auto's, helemaal in de vrachtwagens. En daar zit je gewoon veilig in. Er kan gewoon heel veel gebeuren voordat daar wat misgaat. Ik ben er klaar voor. Goed zo. Rij maar.